Hij moet nu een paar dingen doen. Hij moet reclame maken voor de kinderjury. Dus andere kinderen ervan overtuigen om te gaan stemmen. Hij is een soort ambassadeur. Maar hij moet straks ook met andere kinderen gaan vergaderen. Andere senaatsleden. En dan moeten ze samen ook een juryrapport schrijven. En ze moeten een boek kiezen wat volgens hen, van de 5 boeken die alle kinderen in Nederland samen kiezen, wat volgens hen dan het allerbeste boek is. De 7-jarige Hidde werd vanmiddag aangenaam verrast met een plaats in de Senaat van de Nederlandse Kinderjury voor het beste Nederlandse kinderboek. Bij de Senaat hoort een pet. Die mag je op. Wow, is dat mooi. Via een oproep op het jeugdjournaal zag hij dat kinderen tussen de 6 en 12 jaar konden solliciteren voor een plek in de jury. Aangezien Hidde een echte boekenworm is, wou hij deze kans niet laten schieten. Jeugdschrijver Tjibbe Veldkamp kwam het goede nieuws vertellen in de klas. De jeugdige boekenliefhebber had het totaal niet verwacht. Leuk, omdat ik wist het helemaal nog niet eerst. Toen ik nog thuis was, wist ik niet eens dat dit kwam. En dat ze zeiden van, je bent kindergranaat geworden. Dat vond ik gewoon heel leuk. In februari was de uitslag al bekend, maar de school heeft het een lange tijd strikt geheim gehouden. Nu rust er een verantwoordelijkheid op zijn jeugdige schouders. Maar Tjibbe denkt dat Hidde het heel goed gaat doen. Ik kan me heel goed voorstellen dat deze jongen een overtuigende brief heeft geschreven. Want je hebt net met hem gepraat. Hij houdt echt van boeken. Hij leest zelf boeken. Hij gaat naar de bieb, hij krijgt boeken. Dus het lijkt me echt iets voor hem. Het is gewoon echt leuk om te lezen. Dan komt er eigenlijk ook een wereld voor je open. Omdat alleen ja, voor schrijvers ook eigenlijk. Omdat ja, die bedenken dat vooral. En dan lees jij het en dan is het eigenlijk hetzelfde. Als jij dan leest, dan gaat hetzelfde bij de schrijvers die wereld open. Hidde heeft een duidelijke visie over schrijvers. En zelf schrijft hij ook al een boek. Toch gaat hij niet te kritisch jureren. Ik denk dat we niet echt heel streng gaan zijn van, dat is echt niet een leuk boek hoor. Alleen, ik denk dat ik gewoon mijn gewone stem ga gebruiken. Op 12 juni maakt de Senaat de 2 winnaars van de Nederlandse kinderjury bekend. Ja, die is beter.